We hebben het de hele tijd over copyright. Hè? Hoe werkt zoiets nou? Als je nou muziek herbruikt van anderen. Wat kost dat nou eigenlijk? Hè? Hoeveel zou zo'n artiest nou al moeten verdienen? En zo'n Buma Stemra en Stichting Brein gaan dus achter je aan om dat terug te halen. Nou, ze doen een aantal dingen. Ik heb bijvoorbeeld zo'n harddisk schijf waar ik dan de video's van TikTok van Andries krijg en overzet. Dan moet ik dus €5 extra voor de aanschaf betalen. Dat is de thuiskopieheffing. Hè? Dat is één manier van geld binnenhalen. Inderdaad, rechtszaken, je moet licenties betalen. Dus het gaat allemaal in die pot en er worden artiesten van betaald. Maar laten we een experimentje doen. Het spel is iets bekends. Iets, gewoon een nummer waarvan je denkt, van, nou, dat kennen we allemaal wel. Ja? Ja, doe die maar, ja. Oké, nou, ik heb ze gevraagd om even onder de 7 seconden te blijven, want als je daar boven komt, dan moet je betalen. Maar stel dat ze hebben precies 7 seconden gespeeld. Wie kent dit? Metallica, ja, Enter Sandman. Nou, Metallica, dat was een van de bands die in de jaren 90 echt heel agressief tegen illegale downloads tekeer ging. Vandaar ook in het begin bij een Facebook-filmpje inderdaad, die huilende drummer die dan niet zijn 24e verdieping kon kopen. Nou ja, ik heb Buma Stemra gebeld, wij doen dat, hè, van die leuke opkomsttunes en dat soort dingen. Wat kost me dat nou? En zei, ja, dan moet je maar naar de calculator gaan. En dat ziet er dan dus zo uit. Dat is hartstikke leuk, moet ik een keer proberen. Dus wat zij net hebben gespeeld, zat net onder de 7 seconden, maar als het precies 7 seconden was geweest, het vloeroppervlak van deze ruimte is ongeveer 400 vierkante meter. Nou, aantal dagen kun je invullen, ja, we zijn alleen maar vandaag bezig. Nou, er moet wat geld bij, wat het kost. Entreegeld. Dat is ook wel interessant. Je kunt niet €0 kun je invullen. Dat kan niet. In de beleving van Buma Stemra moet je altijd toegangsgeld betalen. En dat doen wij niet. We hebben gewoon een partner die het voor u belangrijk vindt dit te doen. Het is €0, €1, dat kan dus niet. Maar ja, goed, ik heb maar 1 ingevuld. Aandeel, nou 2/3, want ze spelen hem niet helemaal correct. Er zit een nootje net naast en zo. Maar dan kom je dus op €52,50 per opkomsttune. He, dus laten we zeggen, we hebben hier 8 gasten, dan moet ik dus €400 naar Buma Stemra overmaken. Wat zij dan, en ik weet niet hoe, dan weer terugbrengen naar Metallica. Nou ja, ik moet toch ook nog even kwijt, het blijft natuurlijk ook wel een beetje aan de strijkstok hangen. Dit is een pand, het pand van Buma Stemra. Daar moet ook ergens van betaald worden natuurlijk. Maar goed. Laten we het even terugbrengen naar de praktijk. De muzikanten, hoe gaan die hier nou eigenlijk mee om? We hebben natuurlijk Power to the People, dat is onze vaste huisband. Maar we hebben ook iedere maand een gastmuzikant. Toen hij hier binnen kwam lopen, zag hij al iemand op een Nintendo pielen. Dat is de DS10 Dominator. Dat is zijn artiestennaam. Maar hij is dus ook artiest en maakt heel veel muziek, gebruikt ook spullen van anderen. Dus ik dacht, nou, laat ik hem dan even bevragen hoe hij omgaat met copyright. Dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Rutger Muller. Hey Rutger, nou welkom. We hebben je bij binnenkomst zien spelen. Straks, als de band verder gaat spelen, ga je ook nog even pielen op je Nintendo. Nou, je bent muzikant van beroep. Ja. Je maakt zelf ook dingen. Je herbruikt dingen van anderen. Maar als jouw muziek door anderen gebruikt wordt, hoe zorgt Buma Stemra of Stichting Brein ervoor dat jij daar iets voor krijgt? Om eerlijk te zijn ben ik daar nog niet aan toegekomen. Oh. Ik ben niet geregistreerd bij Buma Stemra. En dus dat is een goede vraag. En daar kom je ook niet zo 1, 2, 3 heel snel achter. Het is niet heel stapgewijs uitgelegd, bijvoorbeeld op de Buma-site. Dat is mijn ervaring. Maar is het meer iets voor grote artiesten dan, die al veel geld verdienen? Nou, ik denk dat het nuttig is als je gedraaid wordt op radio of als je muziek gebruikt wordt in een als achtergrondmuziek bijvoorbeeld bij een uitzending, dat soort dingen. Of misschien als DJ's draaien, maar ja, ik weet het ook niet precies. Maar hoe verdien je dan je geld? Live shows eigenlijk. Nou, DS10 Dominator, dit project. Dan. Ja. Dus muziek maken, componeren en uitvoeren met een programmaatje voor de Nintendo DS. De muziek die ik daarvoor gemaakt heb, daar had ik altijd bij in gedachten al, hoe ga ik dat vertalen naar een live omgeving. Het is vooral een dance act. En het programma is heel geschikt om mee te improviseren. Je kan het elke keer weer ietsje anders maken. Je kan het uitrekken, je kan een keyboard spelen, noem maar op. Alles zit als een studio verpakt in de Nintendo DS. Ja.
En ja, waarom het werkt, waarom je iets kan verdienen met live shows, is denk ik omdat je mensen iets kan bieden dat ja, dat kunnen ze niet downloaden natuurlijk. Dat is zelfs al zo bij bioscoopbezoek. Ja. Bioscopen stromen nog steeds vol, al downloaden mensen alles van torrents. Oh, dus je biedt iets extra's. Het live is ja, meer dan... Want ik las inderdaad ook laatst in de metro dat de prijzen van kaartjes, zoals hier in het Paard van Troje, maar allerlei live podia, zijn wat hoger geworden, omdat inderdaad artiesten steeds meer gewoon verdienen aan live en niet aan de copyright van hun muziek. Maar als ik nou bijvoorbeeld naar jouw show ga en Andries gaat mee en we gaan er staan filmen, we nemen het allemaal op en we zetten het op YouTube, wat ga jij dan doen? Dat vind ik natuurlijk prima, want dat is alleen maar aandacht. En het is geen vervanging voor mijn album. Dat overigens staat al mijn muziek gratis online. Dus, maar ja, zo'n filmpje, dat is alleen maar promotie natuurlijk. Maar er zijn ook gevallen van mensen die hebben het in hun gevoel gratis weggegeven. Hè? Bijvoorbeeld laatst ook een e-book werd gewoon op internet gezet, alsjeblieft. En er ging toch Stichting Brein, ging er achteraan om geld te krijgen van mensen die downloaden. En ik weet niet of dat ook bij de auteur terecht is gekomen. Wat vind je van zo'n situatie? Dat lijkt me vreemd. Ik weet niet hoe dat boek dan... Dus iemands eigen boek? Ja, die had een e-book op internet gezet. En die kwam dus later achter dat Brein dus toch via een of andere weg daar geld voor ging vragen. Terwijl die het zelf gratis aanbood. Ik moet je voorstellen dat er met jouw muziek gebeurt. Ja, dat zou ik niet begrijpen. Nee, het is een beetje raar. Ja. Hey, en als jij nou zelf muziek van anderen gebruikt, je zou ook wel eens wat kopiëren of wat nadoen. Heb je daar wel eens gedonder mee gekregen? Nou, ik ben met een project bezig. Dat is samplend uit klassieke muziek en techno samen. En ik denk dat er altijd... het gaat mij meer om een ethische grens dan om een... alles moet maar in een wet gevangen worden natuurlijk. Maar je gebruikt sowieso, bouw je als componist of als wetenschapper, maar eigenlijk geen verschil. Je bouwt altijd op, je staat op de schouder van giants, zoals ze zeggen. 90% is al eerder gedaan. En, dus ik zie niet in waarom een directe opname, een sample, anders is. Als je er echt creatief iets anders mee doet. Ja, cut them up, mix them up, dat is cultuur. Ja, klaar. Maar, ja, er zitten altijd dat is natuurlijk de kunstzinnigheid. Waar zit de grens? Ja. Dat is lastig. Ik voor mezelf ook altijd, het zijn altijd dilemma's als artiest. Het blijven vragen. Maar. Nou, je bent natuurlijk vooral een man van de live muziek, begrijp ik. Ja. Straks, over een paar minuutjes zijn we klaar. Dan gaat Power to the People nog even verder spelen. En jij gaat op de Nintendo DS verder, hè? Ja. Oké, daar zien we naar uit. Dames en heren, hartelijk applaus voor Rutger Muller. Ja. Goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze tweede Tech Talk Late Night over internetvrijheid. Wat kan, wat mag allemaal? En dan gaan we toch kijken naar de gevaren, de blokkades, de ellende, waar gaat het mis? Maar waarom is het nou zo mooi dat je vrij dat net op kunt gaan, dat je naar YouTube kunt gaan, filmpjes erop kan knallen, eraf kan halen? Ik ben op zoek gegaan naar een filmpje waarvan ik dacht van nou, dit is voor mij nou het ultieme gevoel van internetvrijheid. Toen kwam ik uit bij een Katiman. Komt uit Israël. En wat doet Katiman? Die verzamelt dus filmpjes van, nou, ik zou maar zeggen, een beetje eenzame muzikanten. Die zetten een camera neer, die gaan een beetje spelen van, nou, dit ben ik, geef drumles. Of kijk, dit is een leuk loopje op de bas. Die hebben 1, 2, misschien 3 hits, afhankelijk hoe groot hun familie is. Hij verzamelt dat. Er zit geen copyright op, wat dan ook, is allemaal Creative Commons. En maakt daar de meest geweldige nummers van. En ik dacht, ik begin met eentje waar ook een trompet in zit. Want we hebben vandaag Roland Smeets die meest toetert op de trompet. Dus nu we naar de bar gaan, wat gaan drinken, wat kletsen, wat netwerken, wil ik afsluiten met Katiman. Tot de volgende maand. Well, what can I do? I could play that 16th note groove just straight. Going, you'll be amazed. Okay. Do it again. All right. You need more than one guitar part. There'll okay. be somebody playing single notes, somebody playing chords, and they'll mix them together. Okay. And let's just pick the mother of all funk chords. Let's pick a 9th chord.